Hallo allemaal, hierbij een video dat de vaste mest wordt uitgereden. En dat gebeurt op dinsdag 22 maart 2022. Kijk eens, wat een grote banden heeft deze meststrooier. Die kan het land wel op. En dan hebben we hier een soort mestveld. Dat bestaat gedeeltelijk uit stroommest, maar grotendeels uit voerresten. En daarmee is het bij de gemeente aangeduid als een composthoop en hoeft daar geen verrading onder, zoals bij een echte mestveld wel moet. Hier wordt de mest met een kraan in de strooier geschept. Grote bak eraan. Wat dat betreft dan denk ik, er gaan heel wat kruiwagens mest tegelijk in die bak. En dit wordt op het beheersland gestrooid. Vlak naast de plas Dras. En dat is ideaal voor de weidevogels. Vanaf 1 april tot half juni is daar een rustperiode. Dan mag er niks het land op. En dan kunnen die vogels deze mestresten, stro en voerresten gebruiken om nestjes van te maken. En er komen natuurlijk meteen insecten op af als daar van die hoopjes liggen. En dat is ook weer ideaal. Voedsel voor de weidevogels, ook straks voor de jonge kuikens. We zagen net dat die schuif bovenaan de strooien naar boven ging, dat is de klep. En dan kan er gestrooid worden. De kantenstrooier is aan één kant naar beneden gelaten, zo kan die dicht langs de sloot rijden zonder dat er wat in de sloot terecht komt. Dat is dat grijze net achteraan. En zo zie je dat de mest naar één kant strooit. Zo ziet het eruit op het land. Overal ligt mooi evenveel. Wat dat betreft wordt er heel netjes en secuur gestrooid. Grote combinatie. En kijk, mooi strooibeeld. Nou, voor de rest van de video zal ik er een muziekje onder plaatsen. En de beelden spreken voor zich.